Like deze video met je linkerhand als je rechtshandig bent en met je rechterhand als je linkshandig bent. Ik daag je uit. De vorige keer hebben we gehoord over de duistere Sinterklaas. En ik heb superveel verschillende theorieën gelezen in de reacties. En terwijl ik die vertel, open ik deze dingen. Deze kunnen we krijgen en we zijn op zoek naar de gouden. Want voordat we de duistere Sinterklaas zelf gaan zoeken, moeten we wel eerst het verhaal weten. Oeh, dat is te schattig. Het lijkt op een taco. Nee, Bob. Jullie zijn de jury vandaag. Laat zoveel mogelijk namen in de reacties weten. De meest voorkomende theorie over de duistere Sinterklaas is dat het een tweeling is van Sinterklaas. Alleen de duistere Sinterklaas is er niet om cadeautjes uit te delen, maar om cadeautjes te stelen. Dit is geen promotie. Ik heb dit zelf gekocht. Er is ook een theorie van mensen die denken dat de duistere Sinterklaas een kloon is van de normale Sint. Gemaakt in een laboratorium om een einde te maken aan... Wat? Je maakt een grap. Oké, even voor het idee. De kans op een gouden is iets van 5%. Dus de kans was groter dat we er geen één zouden krijgen. En we hebben er nu al één. Wauw, deze is zo mooi. Het is een gouden haai. Oké, hier hebben we echt een goede naam voor nodig. En de mensen die echt voor elke pet een naam reageren, dat zijn de opperbazen vandaag. Maar dat er dus een duistere professor is die nooit cadeautjes kreeg tijdens Sinterklaas en daarom nu voor iedereen Sinterklaas wil verpesten met de duistere Sint. Of dat waar is, weet ik veel. Ik ben geen professor. Maar dan is er zelfs nog een derde theorie. Namelijk dat de duistere Sinterklaas is ontsnapt uit een videogame. Ben je echt serieus? Ik ga het nog een keer zeggen. De kans is 5% als het niet minder is. En dan ook nog eens een dubbele. Die kans is minder dan 0,1% waarschijnlijk. Maar dit is wel de coolste tweeling die ik ooit heb gezien. Tweeling, dat kan toch geen toeval zijn. Hierdoor ga ik bijna denken dat de duistere Sinterklaas inderdaad een tweeling is van de Sint. Maar er zijn dus mensen die geloven dat de duistere Sint ontsnapt is uit een videospel. Maar ik ken geen videospel met de duistere Sint. Maar wat wij dus moeten doen... Oh, het is een koe. Alleen de koe is blauw. Oh, ik vind hem eigenlijk best wel schattig. Wij moeten het boek van de duistere Sint terugstelen. Of nou ja, niet stelen, want het is niet van hem. Dus eigenlijk terugnemen om aan Sinterklaas te geven. Want de duistere Sint probeert alle namen uit het boek te strepen, zodat niemand cadeautjes krijgt. En alleen zijn naam erin te schrijven. Duistere Sint. Duistere Sint, zodat hij alle cadeautjes krijgt. En na lang nadenken ben ik dus op het idee gekomen om de kerstman in te schakelen. Ho, ho, ho. Is dit een kip? Nogmaals, we hebben zoveel mogelijk namen nodig. Blauwe koe of blauwe kip? Welke zou jij liever willen? Maar er wordt dus gezegd dat de duistere Sint een geheime bunker heeft. Een soort van grot waar hij aan zijn duistere plannen werkt. De duistere Sint kun je trouwens herkennen aan zijn paarse mijter. Voor de rest ziet hij er bijna hetzelfde uit als Sinterklaas. En hij heeft rode ogen. Wat ook best wel creepy is. Over creepy gesproken. Dit is gewoon een groene draak. Hoe mega episch is dat? En ik heb ook deze dingen. Deze heeft Bob gehaald. Alsjeblieft. Dankjewel. Maar welke theorie denken jullie dat waar is? Woe. Dit is wel echt super schattig. Misschien wel de bekendste pet in het dorp. Maar als je het aan mij vraagt. Het kan toch geen toeval zijn. Dat de Sint en de duistere Sint zoveel op elkaar lijken. Deze is te schattig. Dus ik denk dat het inderdaad een tweeling is. Maar dan is er nog een soort van geheime theorie. Ik weet niet of jullie break in Story kennen. Het is een spel in Roblox wat gaat over Scary Larry. Een gemeenerik met allemaal handlangers die overal willen inbreken. Inbreken om cadeautjes te stelen. En er zijn dus mensen die denken dat Scary Larry uit het videospel is ontsnapt. En in december de duistere Sint is. Scary Larry's lievelingskleur is paars. En die van de duistere Sint waarschijnlijk ook. Want hij is helemaal paars. Wat nou als we een soort van nep cadeautje maken voor de duistere Sint. Om hem daarmee te vangen. Deze is ook serieus veel te schattig. Ik heb trouwens het engste speelgoed ever gevonden. Geen promotie. Five Nights at Freddy's. Met een aantal super zeldzame, waarvan niemand weet hoe ze eruit zien. Ik bedoel, hé, de duistere Sint is volgens mij best wel eng. Dus we moeten een beetje in de sfeer komen. We hebben Moondrop gekregen. Glamrock Chica. En Glow-in-the-Dark Sundrop. Oh ja, er wordt gezegd dat de duistere Sint niet tegen de zon kan. Dus dat je hem alleen in de avond kunt vinden. Ik wil Freddy. No way! We hebben nu al de gouden Freddy gevonden. Zou dit niet een perfect cadeautje zijn voor de duistere Sint? En ik moet eerlijk zeggen, dit is nog niet eens het engste speelgoed wat ik heb kunnen vinden. Maar het engste komt nog. Wow! De enige echte alligator. En deze vind ik echt lijken op mijn Roblox karakter. Oeh, dit is Fanny. En dat is best wel interessant, want Fanny is ook Vanessa. En dat doet mij denken aan weer de duistere Sint. Er zijn namelijk zelfs mensen die geloven dat de echte Sint ondertussen de duistere Sint is. Maar daar geloof ik niks van. Sinterklaas is super aardig. En we hebben deze soort van glow-in-the-dark cyan moondrop gekregen. En het engste speelgoed
Ik kan het bijna niet geloven. Deze hebben we letterlijk alle drie al. Dat zijn dubbele. Oké, de laatste kans. Geen dubbele. Oeh. Ik weet niet precies hoe dit karakter heet, maar hij ziet er zo eng uit. En hij mist een oor. Wie dit is, dat weet ik wel. Dit is Roxanne, volgens mij. Als Sinterklaas een gamer zou zijn, wat zou dan zijn favoriete videospel zijn? Wat denk jij? Ik denk Roblox. Want in Roblox kan je eigenlijk alles spelen. En over Roblox gesproken. Oh, sorry, laat maar. Ik heb deze nog. Ik dacht dat die van net de laatste was. We hebben de echte Glamrock Freddy. En we hebben de echte Sundrop, die ik eng vind. Maar over Roblox gesproken. En over de kerstman, die we in ons team willen. Dit is een kalender. En als je de video nog steeds kijkt, reageer dan kerstboom. Wow, dit is bizar. Oké, we beginnen met het eerste vakje. We hebben letterlijk de koekjesman gekregen. Dit is serieus best wel lastig te openen. Oh, wacht. Nu is die compleet. Vakje 3, een koekjeshoofd. Vakje 4, accessoires. De vijfde, een kerstboomzwaard. De zesde, oh my gosh. Waarschijnlijk zit hier, tadaa, de enige echte sneeuwpop. Dit is top. Het is alleen een beetje moeilijk om een verhaal te vertellen over de Sint. Wanneer ik met moeite dit open. Heel veel losse accessoires. Oké, het heeft me 5 minuten geduurd. En ik heb heel de kalender gesloopt. Maar kijk, ik heb wel de kerstman. En dat is precies degene die we misschien wel nodig gaan hebben. Maar ik had het beloofd. Het enge speelgoed. Ik durf er bijna niet naar te kijken. Inderdaad, je ziet het goed. Ik denk zelfs dat ik de duistere Sint hier wel bang mee kan maken. Maar dit is wel de meest epische Huggy Wuggy die ik ooit heb gezien. En dan heel klein in de hoek hebben we de enige echte Poppy. En voor als je het niet weet, Poppy leeft. Niet deze, hoop ik. Maar dan ben ik nog steeds niet klaar met het enge speelgoed. Want ik heb ook dit gevonden. Dit zijn de zeldzaamste Poppy Playtime speeltjes ever. Want dit zijn namelijk karakters die nog niet eens bestaan. Wow. Oké, dit is misschien wel de minst enge die erbij zit. Dit is de zilveren Boogie Bot. Oh ja, dat is ook nog een theorie. Er zijn mensen die denken dat de duistere Sint een robot is. Maar het klinkt niet zo logisch. Maar dan hebben we er nog drie. Deze Mommy Longlegs ziet er zo mooi uit. Ben ik verliefd op speelgoed? Nee. Dan hebben we er nog twee over. Waarvan één een geel, beetje goudachtige Huggy Wuggy is. Hij is echt super shiny. En de engste voor het laatst. Inderdaad, het is een blauwe soort van diamanten. Oh, soort van diamanten Huggy Wuggy. Dat kan ik ook doen. Dat ik een soort van enge mystery box voor de duistere Sint maak. Om zo'n koekje van eigen deeg te geven. En dan het allerlaatste is dit. Dit is een Mogwai. Een Mogwai is een schattig beestje. Alleen volgens mij als er water opkomt. Of als je hem voert na middernacht, verandert het in een Kremlin. En een Kremlin is wat minder aardig. En schattig. En zacht. Ja, ik weet echt niet waarom ik deze heb gekocht. Dat was echt 10 euro of zo. Voor een mini knuffel om de duistere Sint bang te maken. Oké, ik ben de enige die bang is. Reageer Sinterklaas als je heel de video hebt afgekeken. En ben jij team Sint of team duistere Sint? Abonneer voor meer en adios.